Bas, we zijn wel eens een paar dagen verder. Wat voor gevoel heerst er nu nog voor de wedstrijd, over de wedstrijd tegen NEC? Ja, ik vind het altijd lastig om te verliezen. Het doet altijd pijn. Ik ben een slechte verliezer wat dat dan gaat. Tweede helft hadden ze de overhand. Ik vond ons heel goed beginnen. Na hun goals waren we even 5 tot 10 minuten de klus kwijt. Denk ook wel logisch, hè, want de 2-1 en de 3-1, dat was geloof ik, zat een minuut of 2 minuten tussen. En een enorme gelukstreffer, die derde. Waren we iets van de leg, maar daarvoor en ook na die derde treffer vind ik dat wij uitstekend spel hebben laten zien. Tweede helft had NEC meer de bal dan wij, kon een paar keer gevaarlijk uitkomen. En ik vind dat we een onterechte vrije bal tegenkrijgen, waardoor we veel mensen voor de bal hebben. NEC met Schöne hem slim snel neemt. En daarna verdedigen we slecht in de 16, maar wel een kantelmoment in de wedstrijd voor mij. En ja, daar had ik het met de vierde man 11 lastig mee. Nu was Sammy donderdag heel belangrijk. Hij scoort natuurlijk 2 keer, geeft een assist. Hoe kijk je naar zijn ontwikkeling? Oh, Sammy doet hartstikke goed. En ik moet eerlijk zeggen dat ik hem vanochtend ook een compliment gegeven heb met zijn spel in Nijmegen. Buiten de goals en assists had hij gewoon een goede wedstrijd. Inmiddels loopt de ziekenboeg wel steeds voller en voller. We zagen Oran natuurlijk uitvallen. Kun je ons een update geven over die spelers? Om op Oran terug te komen, dat ziet er slecht uit. Die zien we voor de winterstop zeker niet weer. Dus dat is het grootste verlies van het bekeravontuur. De overige jongens, nou met name Teun en Rodney, dat gaat de goede kant op. En Koen ook wel, maar dat zal nog iets langer op zich laten wachten dan met Teun en Rodney. Fabio, je moest heel snel invallen donderdag. Hoe kijk je terug op die wedstrijd? Ja, ik vond het een zeer moeilijke wedstrijd wel om mee te spelen. Maar ja, het is wel fijn dat ik mijn minuut heb kunnen maken. Alleen jammer wel dat een teamgenoot zo van het veld moet afgaan. Want dat wens je niemand toe. Maar ja, ik ben wel blij met de minuten wat ik heb gemaakt. En we hebben wel momenten in de wedstrijd gehad dat we echt wel meededen met hun. En hun wel lastig hebben gemaakt. Alleen kregen we snel twee doelpunten achter elkaar tegen. Waardoor het een beetje moeilijk werd. En dan knokken we ons goed terug tot 3-3. En dan tweede helft houden we goed stand tot op het laatste. Toen werd het iets moeilijker en toen zag je wel hun kwaliteit. Loek, wedstrijd tegen NEC. Ben je de teleurstelling te boven gekomen? Hoe kijk je erop terug? Ja, ik denk wel een hele moeilijke wedstrijd. Zeker omdat je binnen 2 minuten tijd 2 doelpunten om je oren krijgt. Ja, dat is geen lekker gevoel, maar wel knap dat we tot 3-3 terugkomen. Ja, en dan zie je wel dat ze genoeg kwaliteit hebben om de tweede helft door te drukken. Nu was de voorbereiding op de wedstrijd voor jou niet ideaal. Je hoorde 's morgens vroeg pas dat je zou spelen. Maakt het dat dan extra lastig? Ja en nee. Ja, aan de ene kant vind ik als je tweede keeper bent moet je er altijd klaar voor zijn. Dat het nu 's morgens gebeurde, dat ik 's morgens wakker werd gebeld, ja, is wel ietsjes anders dan normaal. Maar het is zo wat het is, dus we moeten er gewoon mee dealen. Nu is er maar korte tijd geweest om jullie voor te bereiden op FC Eindhoven. Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe gaan jullie dat morgen nog doen? Is dat anders? Nou ja, dat is wel anders, omdat je ook nog in het herstel zit van de wedstrijd tegen NEC. Dus kort, maar dat is ook eigenlijk het enige verschil, want voor de rest bereiden we ons gewoon goed voor. Wat voor wedstrijd verwacht je? Een lastige uitwedstrijd. Een tegenstander die weinig doelpunten incasseert. Graag countert. Uiteindelijk staan ze niet voor niks naar waar ze staan. Dus een hele lastige pot. Nu wacht maandag FC Eindhoven. Ik kan me voorstellen dat je hoopt weer te starten. Wat voor wedstrijd verwacht je? Ja, ik verwacht een lastige wedstrijd. Omdat een Eindhoven vooral een compacte team is. Wat weinig tegendoelpunten. Tot slot, nu wacht maandag al de wedstrijd tegen FC Eindhoven. Vind je dat lekker om zo snel weer een soort van revanche te kunnen halen? Ja, zeker, tuurlijk. Snel een wedstrijd maandag kun je het vervelende gevoel van afgelopen donderdag wegpoetsen. Dus wel lekker dat er maandag gelijk een wedstrijd op het programma staat. En wat verwacht je van die wedstrijd? Wat verwacht je van de tegenstander? Stugge ploeg, goede tegenstander. Spelen wel met 5 achterop. Dus dat systeem is wel waar we meestal het meeste moeite mee hebben. Maar voor de rest denk ik wel... Genoeg aanknopingspunten van afgelopen donderdag, dat we hun ook lastig kunnen gaan maken.